Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuws- en een historie-update. Jawel, voor vandaag, 6 december 2016, dus de beurt van dinsdag. Vandaag voor één keer een iets langere uitzending met meerdere nieuwsberichten en verder een lang deel, 26, van de historie, nog steeds over Heathkit. Daarnaast Morse en SSTV in PD90. Gisteren kwam vanwege tijdgebrek de Morse helaas te vervallen. Oké, er komt een mailtje binnen. Die vergeet ik uit te zetten. Nou, gewoon meteen even voor elkaar maken. Vandaag doe ik dus iets met SSTV wat ik meestal niet doe. Ik zend een staand plaatje uit op een gewoonlijk liggend SSTV-beeld. Je moet het plaatje dus zelf naar ontvangst 90 graden draaien om een goed beeld te krijgen. Het plaatje is zeker de moeite waard. Ik hoop dat het met de beperkte resolutie van PD90 goed genoeg overkomt. Afgelopen zaterdag vonden er werkzaamheden plaats aan de repeatersystemen op de Gerbrandy-toren. De afgelopen tijd konden er een aantal dingen niet door werkzaamheden aan met name de buismast en wat ornamenten daaraan. Op de bovenste 50 meter na zijn die werkzaamheden nu voltooid en daardoor kon het hobbyscoopteam afgelopen zaterdag een aantal werkzaamheden uitvoeren. Zo is de stroomvoorziening aangepakt en is een nieuwe UPS geplaatst voor het geval van korte stroomonderbrekingen. De stroom op die locatie wordt overigens de komende 5 jaar gesponsord door de VSTA. Denk daar af en toe maar eens aan als je de microfoon op de repeater indrukt of naar de Daily Minutes luistert. Besef ook dat zo'n repeatersysteem niet gratis werkt, maar behalve op een grote donatie van een amateurvereniging ook op vele kleinere donaties van amateurs. De informatie over de werkzaamheden op hobbyscoop.nl is te uitgebreid om hier allemaal te behandelen, maar onder andere is er gewerkt aan de reportagecabine. Er is 130 meter glasvezel aangelegd, hamnet op de toren is weer ingeschakeld, codechanneling van PI3UTR is hersteld, waardoor de zender goed weer aan kon. Ook is een bandfilter geplaatst, waardoor de kerkmuziek niet meer via een spiegel de repeater kan binnensluipen. Er is verder een begin gemaakt met de terugkeer van de ambitieuze ATV-repeater PI6ATV. Het hele verhaal over dit alles kun je dus lezen op hobbyscoop.nl. SWL Ron die stuurde me in het holst van de nacht het bericht dat de Russische cosmonauten aanstaande donderdag en vrijdag vanuit het ISS meerdere SSTV-beelden zullen uitzenden op 145.800. De tijdvinsters waarbinnen dit gebeurt is op 8 december tussen 12.35 uur en 1800 uur UTC en op 9 december tussen 12.40 uur en 17.40 uur UTC. Gebruikte modus zijn vrij zeker PD120 en of PD180. Aanstaande donderdag en vrijdag dus SSTV-beelden vanuit het ISS. Je kunt deze beelden op vergelijkbare wijze ontvangen als de beelden bij de Daily Minutes. Een bericht dat Ron me ook stuurde gaat over de kerstverlichting op de Gerbrandy-toren. Deze zal worden ontstoken op 10 december even na 8 s'avonds. Op dat moment zal voor het eerst een lichtshow worden gegeven op een kersthit die tegelijkertijd op Sky Radio te horen is. Iedereen met uitzicht op de toren en een radio op Sky Radio, dat wil zeggen op 101.2 FM, zal hier dus van kunnen meegenieten. 10 december dus, even na 8 uur 's avonds. Het Engelse Ofcom, de Engelse agentschap Telecom, die weigert op te treden tegen het Engelse Channel 5, een commerciële zender die het programma Nightmare Neighbor Next Door brengt, in het Nederlands de nachtmerriebuur van het huis hiernaast. Dit programma bracht kort geleden een aflevering met in de hoofdrol een vriendelijke en bescheiden oudere zendamateur met een flink aantal behoorlijk schadelijke leugens over onze zendhobby. Ja, niet door die zendamateur, maar door de makers van het programma. Misschien moet ik maar een keer het post- of mailadres van de makers in deze uitzending publiceren, zodat ze vanuit ons land te horen krijgen hoe de amateurs hier daartegen aankijken. Snel verder naar meer positieve zaken. Vandaag deel 26 van de historie van onze hobby gaat nog steeds over het McHeath en hun bouwpakketten onder de naam Heathkit. Gisteren noemde ik de HW10 en de HW20 low-cost apparaten van Heath voor de 6 en de 2 meter band, ook bekend onder de naam Sixer en Tour. 6 watt AM of CW, toch nog redelijk geavanceerde apparaten en geheel in stijl van de eerdere apparaten in de Tribes series, inclusief de chromen knoppen. Daarnaast waren er voor 6 en 2 meter ook nog goedkopere apparaten te koop, ook vaak aangeduid met Sixer en Tour, de HW29A en de HW30. Deze apparaten in een veel eenvoudige behuizing waren kristal gestuurd met 5 watt uitgangsvermogen in AM. De ontvanger in het apparaat betrof een afstembare superregeneratieve ontvanger met een ingangstrap. Deze apparaten waren zowel geschikt voor netvoeding als accuvoeding, ideaal voor noodverkeer stond erbij. De wat ouderen onder ons zullen uit de jaren 70 nog wel de 11 meter portertjes kennen met een dergelijke superreg ontvanger. Naar huidige maatstaven zijn dat nogal primitieve ontvangers. Superregs zie je nog wel eens in oude pijlontvangers. Ik heb er zelf nog zo eentje voor 2 meter. Kenmerk van de superreg is dat ze, als je niet oppast, ook een hoop storing uitzenden. Verder zijn ze nogal breedbandig. Eigenlijk zijn ze alleen geschikt voor communicatie op vrij korte afstanden. Het principe van de superreg, voor wie dat niet weet, is als volgt.
In het begin van de radio werden meestal rechtuit ontvangers gebruikt. Ontvangers met vaak 2 of 3 buizen achter elkaar die niets anders deden dan het HF van de ontvanger te versterken en op de frequentie zelf te detecteren terug naar audio. Bij die ontvangers werd vaak een zogenaamde meekoppeling gegeven. In 1 of meerdere van de trappen werd het signaal van de ingang naar de uitgang teruggekoppeld, eigenlijk andersom, van de uitgang naar de ingang. Dat heeft 2 gewenste effecten. De eerste is dat de versterking nogal toeneemt en 2 neemt de selectiviteit sterk toe. Dergelijke ontvangers kunnen erg eenvoudig zijn en het kan zelfs met 1 buis. Door de versterking voldoende te laten toenemen, gaat zo'n buis bij sterkere signalen de stroom uit de batterij of voeding moduleren, zodat dus in de anodestroom het audio van het ontvangen signaal al zit. In zijn eenvoudigste vorm is zo zelfs niet eens een detectieschakeling nodig. Een dergelijke ontvanger heeft ook enige nadelen. Het eerste is dat het in de juiste mate terugkoppelen behoorlijk kritisch is en ook varieert dat met de gekozen ontvangstfrequentie. Stel je te weinig meekoppeling in, dan werkt de ontvanger niet goed. Maar stel je te veel meekoppeling in, dan kom je bij een ander nadeel van zo'n rechtuit ontvanger. Hij gaat oscilleren. Dat geeft bij de buren met ook een ontvanger een jankende toon die vaak de Mexicaanse hond genoemd wordt. De Mexicaanse hond kan behoorlijk ver komen. Het waren natuurlijk buizenapparaten en bij een eenvoudige ontvanger is er sprake van een oscillator van misschien meerdere milliwatts direct op de antenne. Door een extra versterker tussen de antenne en de ingang te schakelen kun je dit uitgezonden signaal in mindere of meerdere mate onderdrukken. Laat je de ontvanger op deze manier bewust oscilleren, dan wordt dit een regeneratieve ontvanger genoemd. Bij voldoende stabiliteit van de oscillatie kun je met een regeneratieve ontvanger CW en enkel zijbandsignalen detecteren. Ja, en dan heb je nog de superregeneratieve ontvanger die in de eenvoudige Heathkit HW29A en HW30 en sommige 11 meter portofoons zit. Een superregeneratieve ontvanger is een regeneratieve ontvanger die bewust altijd oscilleert. Het regeneratieve bestaat eruit dat de superreg ook nog op een tweede, veel lagere frequentie oscilleert, vaak op 25 of op 100 kHz, maar in elk geval op een frequentie 2 maal zo hoog als de hoogste gewenste audiofrequentie. Deze tweede oscillatie is dusdanig dat hij de ontvanger elke hele fase een keer geheel uitschakelt. De lage frequentie wordt de quench genoemd. Het gevolg hiervan is dat er AM-detectie ontstaat en dat bij een heel hoge versterking van de oscillerende ontvangertrap. In tegenstelling tot de regeneratieve ontvanger werkt het niet voor SSB of CW. Door de instabiliteit in oscillatie op de ontvangstfrequentie is de bandbreedte typisch groot. Zo groot dat via flankdetectie naar de FM-omroepband geluisterd kan worden. Dit soort ontvangers heeft verder de neiging om bij meerdere signalen die niet zoveel in sterkte van elkaar verschillen, toch alleen het sterkste signaal te laten horen. Voordeel is de enorme eenvoud. Nadeel is ook de enorme eenvoud. Ook bij de superreg geldt dat ze sterk zenden als er geen voorversterker voor staat. En zelfs met de voorversterker gebeurt dat ook nog. Ik heb zelf 11 meter porto's gehad waarvan de door de quench veroorzaakte ruis wel 200 kHz breed sterker was dan het zendsignaal dat hetzelfde apparaatje bij zenden uitzond. Dit soort ontvangers, in het verleden ook vaak gebruikt voor dingen als garagedeuropeners, kom je vanwege deze nadelen tegenwoordig nauwelijks nog tegen. Maar goed, terug naar het aanbod van Heathkit. Ik meldde gisteren ook nog 2 enkel zijbandapparaten voor 6 en 2 meter, maar dit berust op een misverstand. Deze apparaten waren er op dat moment niet. Rond 1959 kwam Heath ook nog met een station speciaal voor novice amateurs, bestaande uit de DX60 zender, HR10 ontvanger en het HG10 VFO. Deze apparaten in bij elkaar passende behuizingen en stijl waren kleiner en lichter dan de Tribes apparaten die naar de Indianenstammen waren genoemd. Ze hadden 5 banden tot hun beschikking en waren ook een flink stuk goedkoper. Deze lijn die gedurende zijn levensduur steeds verbeteringen onderging was meer dan 10 jaar lang te koop. In 1969 kwam Heath met de HW16 speciaal voor beginners. Een transceiver voor de novice segmenten op 3 korte golfbanden, alleen CW en kristal gestuurd, maar geschikt voor gebruik van de HG10 VFO. Morgen gaan we in op de vermaarde SB en HW series die Heath in de periode na 1969 bracht. Vanavond overigens vanaf 8:30 is weer de D-Star-ronde via onder andere XRF088B en te beluisteren via pd4fmj.nl.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Loper. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate. Of ja, het is vandaag een nieuws en een hupsie.